Pas toen men die maandagmorgen boven het rampgebied kon gaan vliegen, werd de omvang enigszins duidelijk. Onder water stonden de Krimpenerwaard, de Alblasserwaard, het eiland van Dordrecht. Verder de Hoeksewaard, Esselmonde, Putten, het eiland Rozenburg, Goeree en Overflakkee, waar alleen de duinenrij en een gebied rondom Dirksland nog droog waren. Ik was 11 jaar. We woonden hier met 9 kinderen en vader en moeder. We werden wakker gemaakt door buren hier zo. Jongen, komen we door een truit, want het water komt eraan. Mijn vader zei, vlucht aan de koeien losmaken en dan bij oma Karel brengen. En we lopen de stal in, want dat is hier beneden aan de dijk, dan hier onderin. En we snijden die koeien los en die wilden niet naar buiten, want het was te koud natuurlijk. Het was binnen. Eentje reed er dan naar buiten, die kregen we zo naar boven. Nou ja, en toen zei ze, maken dan wegkomen. En toen kwam het water op ooghoogte door de achtermuur heen. Zo snel kwam dat water. Ja. Ik heb familie woonde daar. Toen is mijn oudste broer gaan vragen of daar de koeien mochten staan. Maar die is niet meer teruggekomen, die is verdronken. Die is hier nog langs gekomen, maar toen was het slecht allemaal uit. Dus die dacht, die zijn naar het dorp toe. Mijn broer is toch voorbij gelopen en die is daar op die woning waar die zonnepanelen hier liggen. Daar is hij naar boven gegaan en dat huis is hier gestort. Maar wij waren van gedachte dat hij daar zou zijn. Dus elke keer, ja, dan kwam er een pootje. Die voer daar naar die dijk toe, naar de Molendijk. Hier uit de polder vandaan. En die mensen weghalen. En dan gingen we elke dag kijken of dat, als dat bootje aankwam, of dat hij daar niet op zat. Maar toen op een gegeven moment, toen is die molenaar, die was alleen nog over. Dat hij verdronken is, mijn broer. En die is toen eraf gehaald van zijn plat dakje. En die zegt, hij leeft niet meer hoor. Hij is bij mij thuis is hij verdronken. Dus het was wel een... Een enorme klap natuurlijk. Ja. Dus ja, daar hebben we het al jaren. Mijn vader en moeder zijn er ja, eigenlijk nooit overheen gekomen dan natuurlijk. Nee, het was thuis. Ja. Ik moest eerst, maar zei ja, Tonio, pa, dit is nog veel te klein, laat hier nou maar gaan. Ja, dus ben ik gewoon door het oog van de naald gekomen. Maar ja, dat weet je niet. Maar misschien had ik hier wel aangeklopt, gevoeld of dat de deur open was.